In het kader van het voorkomen van de verspreiding van COVID-19 zijn er voorwaarden toegevoegd aan de vergunningen van openbare aangelegenheden. Dit zei DC Mike Nerkus van Paramaribo Noordoost gisteren op de reguliere persconferentie van de overheid. Met de nieuwe voorwaarden, waarbij alle COVID-19 maatregelen in acht moeten worden genomen, kunnen deze bedrijven hun deuren weer openen. Nerkus zegt dat er controle zal worden uitgeoefend op de naleving van deze maatregelen. Ze gaat die instructies halen, ja, en voegt ze uit. Want vanaf 1 juni, ja, dat u bent tot 1 juni in de gelegenheid gesteld om die maatregelen aan te passen. Want vanaf 1 juli, de controle, 1 juni, de controle ontstaat naar uw presie. Ja. Dus de zand. Ik ga in vanaf nu de aanvullende voorwaarden die zo net zijn aangegeven door de directeur van de handel en industrie, door de ondergetekende districtscommissaris, zijn vanaf nu toegevoegd aan de vergunningen die u hebt. U krijgt een hardcopy vanaf maandag en afhankelijk van uw onderneming, krijgt u ook nog een specificatie bij waaraan u moet voldoen. Nerkus gaf aan dat de centrale markt en de vreedzaam markt binnenkort gefaseerd opengesteld zullen worden. Hij zegt dat de marktmeester de voorwaarden waaronder de opening van de markten zal plaatsvinden de komende week bekend zal maken. En abijima dape basra lekton, sawala mala sabilek marktmeester, amadati ogdian, amad otaki, O ting so dey fa wiki au opo, nanga fa au opo, nanga spa sana de forward, sana de afasi fa wawif charus ref in awoyo. Wawif charus ref in awoyo, de ma say seri, nanga de spa say kom bay. Des aki boom, bigi woyo a wiki say konde, dok, nanga buskodre wele kwa de me kare fritsa marak, pe ala des masa esek de kulturu sani nanga de wiri nanga ala des sani de kopro beki sani ala des sanda pe do wo open abigi mafa woyo mon electron so boom o open ma en otegi unu en o pota baket making o teng so de fa wiki so pisi fa woye opo en fa wo opo sau afanodu do fu abi fu make fu got up your stand. DC Mike Nerkus van Paramaribo Noordoost. Hij sprak gisteren op de reguliere persconferentie van de overheid. Openbare aangelegenheden zullen binnenkort hun deuren weer kunnen openen met inachtneming van strakke COVID-19 maatregelen.